dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik ben hier samen met mijn broer van dezelfde moer. Oh, wat doe je nou? Hoe is het, man? Ja, goed, man. Met jou? Oh, goed, jeetje, man. In mijn nek. Alles lang geleden. Goedemorgen. Goedemorgen, man. Ik heb even wat lekkers voor je gemaakt. Lekker, man. Als welkom in het Knolhuis. Alsjeblieft. Eén plakje maar. Zo, wat skeer, bro. Gaat slecht. Hoezo dat skeer? Gaat niet zo goed. Eén plakje is toch meer dan voldoende? Hallo, kijken er nog wel mensen? Oh. Ja, maar hij doet het nog wel. Ja? Ja, maar ik heb net wat batterijen voor deze camera gekocht. Oh, sorry. Wacht. Ik zie ineens dingen. Ja, maakt niet uit. Wacht, ik ga het meteen laten zien. Ik krijg deze melding op mijn scherm. Maar dit betekent dus serieus dat ik heb neppe batterij gekocht, man. En de camera geeft een waarschuwing van ja, als je deze neppe batterij gebruikt, dan is het niet te veilig voor je camera. Maar ik doe dat al jaren en het werkt. En waarom doen ze dat niet bij kleren in het echt dan? Als mensen met bijvoorbeeld neppe Gucci lopen, dat ze dan een melding krijgen op de straat. Die snap, jongens! Die snap! Het alarm gaat af! Dan mag ik nog een plakje, want dit is niks. Bro, meen je? Ja, tuurlijk meen ik dat. Hallo, ik ben een Nederlander. Ik wil kaas! Ik wil kaas! Er is maar één iemand die dat goed kan zeggen. Maar heel lief. Even kijken of ze... Oh, jij hoorde het al, hè? Wat zei je? Ja, wat zei jij? Ik heb het niet gehoord. Ik hoorde alleen, er is maar één iemand die dat goed kan zeggen. Ja, dan ben jij. En wat kan jij goed zeggen? Wat je kan zeggen. Oh, ik wil kaas! Oei. Ondertussen staat de video waar Marvin nu mee bezig is, staat online. Dat is de 75.000 stappen challenge. Daar is Marvin hard mee bezig geweest en die heeft ze nu helemaal bijna afgeëdit. Dus die staat sowieso online. Dus check het linkje daarvoor in de beschrijving om die video te checken. En Milan die is ondertussen nog een beetje aan het bouwen. Dus het goede werk. Moet jij ook nog eentje extra? Nee, ik hoef niet, bro. Ik vind het al erbij. Gember. Ja, ik heb al gemberteetje. Kan ik ook voor jou maken zo. Nee, vind ik heel vies. Maar dankjewel. Oké, nou goed. Voor de rest zie je er goed uit, bro. En Milan die heeft gewoon een knolpauwertje aan, hè? Ja, dames en heren, de knolpauwer. Check eens even. Is dat een nieuwe? Deze is er al een tijdje. Oh, dat wist ik niet. Maar ik heb hem nog nooit aan. Nog niet super lang, hoor. Maar hij is nice, hij is nice. Ja, vind ik ook. Oké. Okay. Zo. We gaan een opname doen. Dat is een goede bite. Ah. Ja, jij wilde iets opnemen. Ik heb geen idee wat. Jij kwam hier, jij zei, ah bro, ik kom naar je toe. Iets opnemen, half uur duurt, dat is leuk. Maar dit valt in jouw straatje. Oh. Dit is voor onze jeugd. Dit is voor mijn kanaal, voor jouw kanaal. Maar je zal weten, maakt mij niet uit. Oké. Dit is peanuts, man. Dit is easy. Dit is als neppe Gucci op straat. Oké, zullen we eerst even een spelletje doen dan voor mijn vlog? En dan doen we dat voor jouw kanaal. Nee, daar heb ik geen tijd voor. Ja, tuurlijk. Wat gaan we doen? Oké. Je doet het, nice. Ik pak maar even een mooi statief erbij. Oh, dit is super leuk. Nee, dit gaan we niet doen. Oh, nee, dit gaan we niet doen. Even één keer draaien. Nee. Jawel. Even één keertje. Omdat de mensen het ook zo leuk vonden. Even met Milan. Maar of jij bent de lul of ik, hè, dat weten we niet. Ja, we moeten ook echt iets op. Ja, slag dan. Nee, bro. Ik ben net een uur wakker, joh. Ja, jij hebt wel zo'n vervelend baardje, dat is wel waar. Maar ik ben ook net een uur wakker en we moeten zo meteen in andere opnames waar we niet vies worden. Dus dan kunnen we die beter eerst doen. Nee. Ik ben niet gebroken. Alsof je helemaal eronder zit. Van... Ja! Nee. Zie je hoe snel het allemaal klaar is en opgezet? Ja, dat is ook zo, zeker. Maar het is gewoon niet leuk. Jawel, het is wel leuk. 4 jaar geleden was het leuk. Ja, toen was het een hype, ja. Maar het was 50% in aanbieding, dubbel gekocht. Ja, ik zal wel. Doe er niet te veel op, oké? Maar bro, gewoon stinken. Gewoon een klein beetje. Zin in. Gewoon echt een klein beetje. Nou, dan mag jij als eerste draaien, of wil je dat ik ga beginnen? Nou, ik zag het net al, dus ik begin wel. Ja, begin jij? Ja, ik begin. Zin in. Dit is het gezicht van, ik doe het echt puur voor Enzo en voor de vlog, maar ik heb echt geen zin in. Hoeveel dingen doe je voor je familie? Oké. Oh. 4 keer. Dit was geen goeie. 4 keer. Ja, 4 keer draaien, bro. Nou, veel plezier. Ik ga lachen als die bij de eerste al. Alsjeblieft, doe de vierde. Dit is de laatste. Dit is de laatste. Kom niet. Oh, damn. Ik had het zo graag willen zien gebeuren bij jou. Yes. Dat doe jij. Oké. Kom even met de camera. Drie keer. Valt mee. Ah, dit redt je. Dit is hem. Easy. Let maar op. 1, 2, 3. Nah, dit... Nee. Boom! Yes! Oh! Stop. Milan is weer aan de beurt. Nee. De slagroom is ook helemaal aan het stinken, aan het smelten, helemaal vies. Nee, joh, maakt niet uit. Zo, dit is een goede swipe. Twee keer. Oké, dat is prima. Ja, dat denk jij, maar jij bent nu sowieso de lul.
Wil je nog iemand de groetjes doen voordat je eraan gaat? Mama, ik hou van je. Ah! Precies ook die laatste. Oh, wat heerlijk zeg. Oh, wat heerlijk. Wat een stom spel. Oh, heerlijk. Waarom gebeurt dat soort dingen bij mij? Waarom gebeurt dat niet bij jou? Ik weet het ook niet meer. Ja, ik weet niet. Ik ben zo'n knoop hoofdgeluk. Ja, het voelde gewoon ook alsof ik gewoon geluk zou hebben en niet de lul zou zijn. Nou, fijn. Nou, fantastisch. Gaan we even een crackertje opeten en dan gaan we even wat opnemen voor Milan. Ik heb geen idee, maar ben benieuwd. Yo bro, alles goed? Ja, man, lekker man. Lekker man. Lekker weer te zien. Hey, gefeliciteerd met je hart. Hey, dankjewel man. Schaatsen meegenomen? Hey, lekker bro. Gehard hè? Nice, maar dit is een ijshockeyschaats hè? Ja. Mag ze zien? Heb je deze tegen? Nee, zeker niet. Ja, bro, is het zand? Dat is een viaal, lang niet meer gespeeld. Bro! Hey, jij bent er ook nog. Had je dit wel gezien? Ja, ik weet niet eens. Nee, bro. Dit is niet eens ijzer meer. Je hebt gewoon zand op je ijzers. Ja, ik weet ook niet hoezo. Oh. Ja, de andere ook. Maar we hebben sowieso de winkel gebeld. Ze hebben jouw maat nog in Noren. Mm-hmm. Dus ik dacht, misschien vind je dat vet om te halen. Ja, is wel prijzig misschien wel. Ja, weet ik niet. Gaan we even kijken. Ik weet niet hoe duur het is. Kan je mij helpen? Met? Mijn auto leeg houden, halen. Jawel. Hoezo? Heb je zoveel bij je? Ja, man. Wat dan? Ik heb nog zo'n DJ-paneel. In de auto. En dan moet hij hier naar binnen? Ja. Ja, in mijn auto ga ik hem niet laten liggen. Oh, zo. Ik dacht, ik ga draaien hier of zo. Ja, heb je ook Ja, is goed. Ik wil het beste halen als je maar gaat draaien. Ja, sowieso. Hey, hebben we er zin in? Yes, ik heb er echt super veel zin in. Serieus, echt super veel. Jij ook? Ja, ik heb ook heel zin in. Kom op, man. Dan ga ik even wat aan mij, man. Ja, we gaan naar de vijver. We gaan even kijken of het ijs al dik genoeg is. En we nemen... Kijk dan, wat een bad boy dit is, hè. Oh, niet normaal, van die joekel. Echt ziek, ik was nog maar net in de auto. Kijk dan. Oh. Moet je erop? Echt zo'n monster truck. Oké, we gaan naar de vijver, dames en heren. Dan gaan we even kijken of het dik genoeg is. We kunnen ook even testen met de bestuurbare auto's. Let's have some fun. Wat vinden jullie trouwens van mijn muts? Wat vind jij van mijn muts? Heel mooi. Je kan dus niet zeggen dat die lelijk is. Nee. Ja? Ik heb hem van een kijker gekregen. Ja, heel mooi, heel mooi. Ik heb hem van een kijker gekregen. Hij is echt super fashionable. Dankjewel. Ik wil geen vele reacties zien over mijn muts. Want ik heb hem van een kijker gekregen. En dan zeg je tegen die kijker eigenlijk dat het lelijk is. Nee, hij was echt, het is knap gedaan. Ja, hij is zelf gebreien. Ja, echt knap. Ik pak hem nog wel. Het is gewoon een mooie muts, oké? Okay? Met wat wil je rijden? De kleine of de grote? Al de grote. Wil je meteen die grote? Nee, kleine inderdaad. Instapmodel is wel super goed. Ik snap je. We sparen de batterij voor de grote. Weet je, die fiets is ook verdwenen. Ja, dat was ook hier. Ook met de batterij. Ja, waar is mijn fiets eigenlijk? Ja. Die ligt daar. Nee, die hebben we eruit gehaald. Oh ja. Met de magneet. Die is later in de fik gevlogen. Ja. Ik heb echt veel meegemaakt, man. Ja. Oké, deze is goed. Dit is lang geleden, echt leuk dat ik dat doe. Leuk dat ik dat doe. Hier, wacht, hou jij hem zo eens vast? Niet raar doen, hè? Nee, gewoon zo vasthouden. Ja, en ik wil ook geen zand op doen. Oké, nice. Lijkt man. Nou, kap erop. Bro, wat doe je met mijn muts? Au! Lekker mutsje. Stel, er komt ooit een auto. Gewoon een echte, zo'n soort, weet ik veel, wat voor auto. Goede uitleg. Ja. En dat je dan, net als dit, zo je kap kan vervangen. Gewoon door zo'n knopje. En dan kan je gewoon elke keer een andere kleur erop zetten. Zou wel vet zijn, toch? Ik zag dit in het klein. Als het in het groot zou zijn. Lambo, dan rij je Porsche. Ja, je doet gewoon andere kap op. Ja. Nee, ik vind het serieus oprecht een super idee. Fijn, dankjewel. Veel meer? Dat handje. Doe de 360 camera erop of de GoPro? 360. Ja. Goed. Ik ben gewoon straight to the point vandaag. Ja, dat is goed. Jij weet wat je wil, jongen. Ja. Jij krijgt een goede toekomst. Maar ik zou wel een beetje opschieten, want het ijs is aan het smelten. Ja. En ons geduld. Ja, echt direct. Probeer maar eens even te oefenen door de straat heen en weer terug. Of ga naar die dames toe.
Ja, dit doe je goed. Nu op het ijs. Gaat de grote ook meteen mee? Ja, tuurlijk. Allebei, toch? Ja, gek, man. Hey, maar daar kan je mee trekken over het ijs. Ja. Zou dat kunnen, denk je, als je schaats aan hebt en dan met dat ding? 100% hoor. Ja, dat denk ik wel, ja. Het is wel goeie. Heb je niet van die spikeband of zo? Dat je op ijs... Nee, gewoon een slee. Ja, dan moet je van die spijkers op die band. Oh ja. Dan kan hij je trekken gewoon. Ja, ik denk dat hij inderdaad dus te erg slipt. Ja. Het monster is ook aan. Ja, dit is niet normaal, dit ding. Echt niet normaal. Daar doe ik ook een cameraatje op. Er zijn wel heel veel kinderen daar. Ja, die vinden het alleen maar mooi. Het wordt wel slalommen, denk ik. Maar je hebt net gehoord, hè, wat er gebeurt als je deze ergens tegenaan krijgt. Ja, als je deze tegen je aan krijgt, krijg je benen en breek je enkel. Ja, dat is echt zo. Ja, dus kinderen. Wel uitkijken met de kinderen. Nou, dan gaan we. Let's go. Hey, let's go, man. Nou, laten jullie auto's maar even uit. Ja. Papa! Ik ben wel benieuwd hoe ze het gaan doen op het gras en op het ijs. Op het ijs denk ik niet heel goed, eerlijk gezegd. Nee, daar gaan we. Oh, ze gaan sowieso nog vallen. Kijk dan. Oh. Kijk dan. Oh. 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 Hey, hey. Oké, okay, laten we rustig even naar het ijs gaan. Ik zie wel dat er een paar kinderen op staan, maar ja, wij zijn 80 kilo, geen 40 of zo. Nee, dat is waar. Maar het is wel sterk genoeg, denk ik hoor. Ik zie daar achter ook een volwassene. Ja? Ja. Maar ik zou niet helemaal net naast elkaar gaan staan. Ja. Nou, jullie zijn de ijstesters, hè? Ik zie andere mensen erop staan, maar ja, nogmaals, wij zijn iets zwaarder. Tegelijk? Gaan we tegelijk? Hier aan de rand is het wel tricky, ja, dus ik zou wel meteen een paar stappen maken. Maar je moet ook één en al zijn met ijs. Oh, jij duwde mij gewoon! Je weet wat je moet doen, hè, als je in het water zakt. Je moet één en al zijn met ijs. Goed jij ademen, hè? Kinderen allemaal uit. Ja, dat hoort erbij, hè? Ja, maar je moet vertrouwen hebben in het ijs. Ijs moet geluid maken. Ja. Oei! Oh my god! Holy moly! Oké, wel eventjes een waarschuwing. Dit is heel ondiep hier. Dus waarschijnlijk als we doorheen zakken, misschien kniehoogte, heuphoogte. Ja. Is alsnog gevaarlijk. Ga niet zomaar het ijs op. Het is echt gevaarlijk. Maar dit gaat wel goed komen en ook met die auto's. Waarom? En neem je zwemdiploma mee. Oeh! Ja, maar ijs hoort te bewegen nog wel. Moet een beetje bewegen. Ja, ja, dat weet ik. Oh, ik schrik me dood. Die tak! Hij heeft geen grip! Ik zie het echt normaal. Lopen! In beweging! Normaal doen! Normaal doen! Ik moet één met het ijs worden. Ja, even een kusje geven. Ijs moet! Ga weg, Enzo, serieus. Ah, dat is nee, er zijn regels. Wat zijn de regels? Ja. Ik ging bijna karma. Wat zijn de regels? Oeh. Wat zijn de regels van het ijs? Wees één met ijs. Ijs moet jou voelen, jij moet ijs voelen. Oké. Okay. Ja, en oeh. Oh, dit breekt echt heel veel. En luister naar de scheuren. Ja, en vergeet die zwemdiploma dus niet mee. Want er is een kans, hè. Maar gelukkig kniehoogte. Ja. Jongens, we gaan niet duiken, hè. Dit is gewoon laag. Gaan jullie nog op zoek naar de fontein? We gaan op zoek naar de fontein. Ja, ik ga op avontuur. Ik ga op avontuur. Dit is leuk. Oh, leuk! Ja, maar. Echt superleuk met jou afspreken. Het lijkt ook alsof je op hakken loopt of zo. Overal op, hè? Ja. Zo zie deze ook. En met die ook. Ja. Oh, jongen. Ja. Ja. Wat doe jij? Nee, lukt niet.
De camera! De camera is er al! Hij kreeg een harde klap. Oh, het is echt klap hoor. Oh, Noël! Dat ding is bruut, hè? Niet normaal. En zo, rustig! Hij hoeft niet te pompen, hè? Hij doet altijd vol. Wow. Hey, pak hem. Snel, pak hem. Wow. Nee, pak hem nou. Gast. Bro, pak hem snel. Hij kan hier niet tegen. Go. Pak hem nou. Aan die camera pakken. Ja. Oh my god. Bijna en de bestuurbare auto en de camera. Zo zag het er niet uit. Zo, die grote maakt ook lawaai. Die hoor je helemaal zoomen. Gewoon een grasmaaien. Vet zeg. Dat was wel echt mega cool. Dankjewel allemaal, dankjewel. Super. Oké, nu met die grote hetzelfde. Ja. Oh, pak hem. Dankjewel, man. Bijna head first, man. Go. Oh, nice. En hier moet je echt oppassen. Ja, nu moet je ook kappen met het ijs. Want je wil niet. Dit is zeg maar niet leuk voor mensen die straks er nog op willen. Want je wil geen gaten maken in het ijs. Nee. We hebben niks kapot gemaakt. Dat was allemaal zo. Deze doet het nog wel hoor. Dit ding is onverwoestbaar. Ja, maar dan kan je straks ook nog even rijden. Dit is echt sick, hè, dit. Dit is wel echt vet, hè, met die bladeren. Maar het kan dus best zijn dat onder die bladeren ergens geen ijs zit, hè? Kom nog wel. Mijn auto is daar in de verte. Beide camera's zijn gesneuveld. Dus niet dat ze kapot zijn, maar ze gaan niet meer aan. Het is te koud. Daar komt-ie. Ziek, hè? Dat hij dat gewoon redt, hè? Dat is echt absurd. Nog een keer? Ja, nog één keer. Dat is van die... Wat de hel, hè? Ja, hij komt weer. Zo. Niet normaal, hè? Dat ding is niet normaal! Maar ik wilde eigenlijk van daar verderop zo in één keer erop springen. Oh. Ik dacht gewoon van die kant naar hier springen. Zo. Bro, hoe snel kan dat ding? Ah, dit is niet normaal. Het ding is echt zo gaaf om te doen. Serieus. Zullen we samen nog even de ijs op? Ja. Stop, Paul. Hij gaat luisteren niet zo goed van. Ja, hij is net te laat. Stop! Stop! Weet je wat ik kan? Ik kan in die bosje rijden met truck. Ja, maar echt heel oh ja, ik zie je. Je zit helemaal vast. Hey! Hij is bijna leeg die van mij. Noël hier op zijn plaat. Spring. Ja, wil je dat spelletje spelen? Ja. Wil je dat spelletje spelen, Noël? Hij is klaar. Hij is leeg. Ja, hij is leeg. Nou, we moeten er ook vandoor. Hij heeft heel veel vermogen. Mm. Hij is best wel ziek, hè? Oh, hey! Bro, doe eens niet! Doe eens niet! Oh! Hier, jongen, wat doe je nou? Goed! Nou, alsjeblieft. Veel plezier. Echt gezellig, man. Het zieke hiervan is dat deze, die heeft gewoon zo'n dubbele accu, hè. Even kijken. Zitten er twee in. Twee van die accu's. En alsnog is die gewoon leeg. Maar je hebt nu ook al best wel lang gereden, hoor. Ja, best wel veel plezier gehad. Fijn. Ja, ik heb best wel veel plezier gehad. Mooi. Zullen jullie samen nog even op het ijs? Wow! Haha, oké. Auw! Wat doe je nou? Hij laat mij nooit in de steek. Hij gaat mee. Jij kan. Het is echt al sterk hoor.
Kom hier eens kijken. Wij gaan met z'n tweeën eventjes uitproberen om naast elkaar te lopen en dan via het randje. En dan bij de bladeren. Want hier zo is nog niemand echt geweest. We gaan even kijken of dat daar een beetje sterk genoeg is. Bro. Grapje. Bro! Nee, gebeurt niks. Bro, ik voel het hele ijs halve meter naar beneden. Kom eens even kijken. Ik neem jou mee. Hè. Wow, ik ga ook bijna onderuit hier. Je ziet gewoon golven, hè? Ja, je ziet gewoon. Ja, testen. Oh, wat doe je? Oh. Nee, de schoen, alles nat. Is niet sterk genoeg. Oh. Alles helemaal net. Ga jij maar even kijken. Nee, schoen. Oh nee, schat. Hij gaat bijna onderuit daar zo. Oh, wat een smeerlap. Goeie praat. Oh, kijk hem gaan. Wat een optreden. Damn man, hij maakt net nieuwe vrienden. Zijn de pannen erop? Nu al geen vrienden meer. Hij dolt hem, hij is loesje. Ja man, dit zijn ze. Ja, moet... Beentjes goed dicht houden, ja, hè? Ja, hij houdt ze goed dicht. Ja. Echt geleerd. Oh, oei! Vloer hem. Nee, dat was grapje. Nee. Wel. Je ziet Enzo gaan, gaat er vol op af. Hij probeert knietje in de rug. Oh, pakt de bal bijna af. Oh, gaat voor een achterwaartse bal. Gaat op zijn mik. Ja, nee. Oh! Ja! Waarom zo knal? Waarom zo knal? Oh, bijna op je. Oh, yeah. Kan je nog één keer doen? Dat is goed zo. Oh, yeah. Oh, wayo. Het is gerespaald. Ja, dood. Ja, wat ga je nu doen? Grootste YouTuber van Nederland dood. En nu? Wie gaat de hele kosten betalen? Dames en heren, we moeten er vandoor. Maar we gaan nog even één challenge doen. Oh, ik denk eindelijk klaar. We gaan nog één challenge doen, dames en heren. Oh, kijk. De bal moeten we pakken. Thomas heet je toch? Kijk, Thomas die legt de bal op een plek daar bij het bad. En ik moet de bal nu pakken en jij moet de bal straks pakken. Of wil je eerst gaan? Bro. Wil jij eerst gaan? Ik kan eerst. Ik kijk in de agenda. Agenda was... We moeten nu gaan, hè? Ik denk expres dit niet doen. Enzo, alsjeblieft. Oh, ijs, hou je sterk. Nee, Enzo! Dat breekt gewoon. Enzo! Oh, Enzo! Holy shit! Bro! Nee! Nee! Enzo! Doe maar achter jou ergens. Ja, wil jij hem daar neerleggen bij die dader? Dan pak nog wel nee. Waar je hem neerlegt. Doe maar op een goede, verstandige plek. Oeh. Ja, dan moet je helemaal via het ijs pakken. Dat is vervelend. Jouw beurt. Via hier moet je beginnen. Hij doet zijn jas al uit, hè. Ja, lijkt me wel verstandig. Ballen. Ja, je moet nog wel een stukje voor de bal. Het is een bijzondere tactiek, dit. Bro! Nee, bro, kom hem pakken, één keer. Kom, ik vang je op. Ik vang je op, bro. Kom, pak mijn hand. Je bent te zwaar. Nee, pak mijn hand, bro. Ga een stuk ijs gooien. Kijk, hij gooit het ijs. Hij helpt jou. Dat is jouw nieuwe vriend. Zie je, kan makkelijk. Ja, kan niet meer. Zie je, bro? Sterk genoeg. Maria. I'm sorry. Woo! I'm a fucking way. Oh, 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 oh. Oh. Hey. Oh, yeah. Pak die bal. Oh, what the hell?
Wow, hoe ga je? Ik wil altijd lijden. Oh my god. Thomas, ga je pakken. Oei, oei. Nou, we hebben het allebei meegemaakt, bro. Ja, maar was echt super tof. Goed gedaan, bro. Lekker koud. Oh. Oh. Moet ik die bal pakken? Ja, ja, dat was de bedoeling. Pak de bal. Thomas. Trefbal. Oké, dames en heren. Als je ooit naar de vijver gaat hier, pas op bij de bladeren. Daar is het een beetje ondiep. Of ja, ondiep. Ik bedoel een beetje dun. Hij spring heel hard bij Thomas. Nee, Thomas was het was gezellig, man. En voor de rest is het hier al redelijk goed. Dat is nice. Dus helemaal dikke prima. We gaan even alle spullen pakken. Even droge sokken en schoenen. En dan gaan we vandoor. Volgende leider, hè. Best handig om je hond uit te laten. Of wees de batterij nu op? Nee, hij komt niet meer naar voren. Echt niet? Zit hij vast? Hij vindt het heel interessant. Ja, oh, zo lief. Hey, doei, doei. Zo schattig. Die hond was zo geïnteresseerd. Dat hebben we vaker gehad, dat die honden achter die auto's aangaan. Ja, die vinden dat super interessant. Maar nooit echt achter die grote, die vinden ze dan net te eng. Te groot. Die kleine vinden ze altijd wel leuk. Zo daar, oh, ik moet even mijn muts op, man. Ik heb koude kop. Niet weer die lelijke muts. Nee. Waar is die muts? Nou, in ieder geval, ik heb even iemand hier die voor mij aan het tanken is. Kijk eens even. Dit is Brent. En Brent die heeft een winactie gewonnen. Namelijk met de Enzo Olympics hebben we een ritje in de Lambo weggegeven. Die heeft Brent gewonnen. En hij helpt me even met tanken. Zit bijna vol, zit al 80 liter in. Oh, nu is hij vol. Ja, perfect. Dankjewel, Brent. Goed gedaan, baas. Hoppakee. En dan straks als de tank helemaal vol zit, dan gaan we even lekker gassen. En dan gaan we ervoor zorgen. Brent heeft net avond gegeten. Dan gaan we ervoor zorgen dat al het eten weer eruit komt. Nee hoor, gekheid. Maar gaan we weer zitten als je wil. En dan starten we die auto. Dan gaan we gewoon wegrijden zonder te betalen. Nee, grapje. Ik ga even betalen. Ik geef deze even aan Noël. Noël weet hier ook wel raad mee. Yo man, hey vlog. Hey, maat. Super tof. Hier, man. Hey man, hey, mag ik filmen, man? Yo Brent, man. Ik film je nu, man. Vind je dat leuk? Oh, hoor, hij blijft ook filmen. Ja, dit komt nu allemaal in de vlog, Brent. Nu moet je wat zeggen. Wat ga je zeggen? Wil je nog iets zeggen tegen je moeder? Nee. Oh. Ik wel. Je hebt een lieve moeder. Je hebt een lieve moeder, Brent. Kijk, al die kinderen al helemaal fan. Ze zijn ook allemaal fan van Enzo, hè? Zie je dat? Ze zijn allemaal de fangirl. Kijk dan, ze staan allemaal op beeld. Ze zeggen altijd, grote kinderen zijn niet fan, maar ze zijn allemaal fan. Kijk hoe populair Enzo is. Al die jongeren altijd. Dat is niet normaal, hij heeft er maar druk mee. Oh, zo cute. Zo lief die jongen, hè? Oh, hoppa, bent, daar ben ik. Zo lief, hè? Kom eens hier met je neus, Brent. Eens mee. Goed, hè? Hoi, yo, kom daar dan. Ja, bro, ik wist dat jij dit vet zou vinden. Nee. Bro, serieus, ik heb dat voor jou gehaald. Nee. Ja, kijk hoe cool. Hij is zo lief. Ja, bro, ik weet het. Maar we hebben wel een gast, hè, en die mag kiezen. Dus wat wil je? Wil je dit coole ding of wil je zo'n lolly ding pop? Dit. Deze? Ja. Ja? Noël, dat is zo. Kan je lekker... Ik kan lekker zuigen, dat vind ik prima. Ja. Oh. Oké, ik stop de camera, ja, en zo. Zo, we liggen in bed, dames en heren. Het was even een flinke rit heen en terug naar Assen. Voor de meet and greet was wel hartstikke gezellig. Maar het was echt ijzig op de weg en best wel wat vertraging en zo. Dus we hebben er lang over gedaan, maar het was wel gezellig. Heel erg allemaal. Ik moet gewoon slapen. Ik ben moe. Ik ben echt heel erg moe. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Ik zou zeggen, vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check jullie morgen om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke... Vette. Peace.